Ja, dat is leuk bedacht, dat langs zult u wonen. Maar zijn mensen er eigenlijk wel mee bezig met waar ze wonen op hun oude dag? Ik ga het ze vragen. Stelt u zich voor dat u 80 bent, waar denkt u dan dat u woont? Ik hoop in de woning waar ik nu woon natuurlijk. Nou, ik hoop nog steeds in hetzelfde huis. Ik denk dat ik dan ook op dezelfde plek woon. Blijkbaar willen de meeste mensen gewoon thuis blijven wonen als ze ouder zijn. Maar wat kan de overheid hierin betekenen? De belangrijkste trend in de samenleving is eigenlijk dat mensen veel langer thuis willen blijven wonen. U zegt willen blijven wonen? Ja, dat is, die trend is al jarenlang gaande. En dat wordt nu eigenlijk versneld door de overheid door ook de lichtere zorgvormen er nu uit te halen. De zogeheten zorgzwaartepakketten 1, 2 en 3. Daardoor zullen mensen ook nog langer thuis blijven wonen. Als u 80 bent, waar woont u dan? Nou, ik denk dat ik tegen die tijd bij mijn dochter woont of mijn dochter bij mij. Kijk, en weet uw dochter daar ook al van? Nee, dat weet ze helemaal niet. Maar ik heb haar wel gezegd dat ze een groot huis moet hebben. Want dat ze in de toekomst een kamertje voor me over moet hebben. Ik heb daar een idee bij dat ik in een huis woon samen met vrienden. Met, allemaal zo rond de 80 dan. En dat we dan met elkaar doen wat we nog kunnen. Dus de leuke dingen vooral met elkaar. Maar dat we ook elkaar helpen. Ja, zou ik me nou voelen, gewoon op mezelf. In de toekomst is nooit te kijken natuurlijk. Zou u er dan moeten denken om in een verzorging in een bejaardenhuis terecht te komen? Liever niet. Dat zou echt alleen maar zijn als het niet anders kan. Ja. En dat is dus ook de trend die je in de bevolking ziet. Maar u wilt niet in een bejaardenhuis gaan wonen? Nou, als dat moet. Maar dat ligt aan de situatie, denk ik. Ik denk dat ik behoorlijk ziek moet wezen, wil ik in een verzorgingshuis liggen. Ik denk niet dat verzorgingshuizen helemaal gaan verdwijnen, maar ze zullen wel veranderen. Ik zie al jarenlang de trend dat verzorgingshuizen zich openstellen voor de buurt. Er zijn aanleunwoningen bijgekomen. Dus het wordt iets van de mensen die er wonen en de mensen die ernaast wonen en ook van de hele wijk. En er vinden allerlei activiteiten plaats. Dat er naast maaltijdverzorgingen en dat je je was kunt laten doen. Maar dat je ook gewoon een gezellige schakelclub hebt met mensen uit het, zowel uit het verzorgingshuis zelf als uit de hele wijk eigenlijk. Het belangrijkste voor ons is te blijven in de sociale omgeving waar we nu zitten. Ja. Daar zijn appartementen, die kennen we dus ook. Alles is gelijkvloers. Er hoeft eigenlijk niet zoveel te gebeuren. Buiten dat er centrale verwarming in moet. En dat er een beetje geïsoleerd wordt. Ik woon in een vrij nieuwe woning. Dus wat dat betreft is die redelijk toegerust op dat je toch wat ouder wordt eigenlijk. Nou, een trapliftje of zo. Een trapliftje, zoiets. Bijvoorbeeld. Ja, we dan uw afgrepen in het toilet. Als je kijkt naar alle landen in de wereld, ook van heel Europa, zitten wij echt in de top als het gaat om de zorguitgaven. Maar iedereen weet dat de budgetten bij de overheid onder druk staan. Dat is bij het Rijk, maar dat is bij de gemeente niet anders. Dus we moeten het met minder geld doen. Dus dat betekent dat je op zoek moet naar andere vormen hoe je samen verantwoordelijkheden verdeelt tussen overheid en samenleving. En soms kun je het ook een beetje vreemd vinden als jij je eigen serre betaald hebt en je eigen dakkapel. Dat de overheid dan ineens je douche-aanpassing moet betalen. Hè. Dus daar zou je ook andere afspraken over kunnen maken. Het is normaal dat je oud wordt. Het is normaal dat je dan een aantal aanpassingen in je woonomgeving doet en in je huis. Dat je daar ook eigen verantwoordelijkheid voor neemt. Wie gaat die traplift betalen? Ik hoop dat er dan nog een instelling is die mij daar een handje mee of een stukje mee op weg wil helpen. Maar ik zie dat de verzorging staat zo achteruit holt dat daar geen geld meer voor mij is. Op zich denk ik dat de eerste verantwoordelijkheid bij mensen zelf ligt om dit soort dingen te realiseren. Maar goed, ik kan me voorstellen in situaties dat mensen het niet kunnen betalen of door andere omstandigheden. Ja, dan zou het voorstelbaar zijn dat de overheid dan bijspringt. Ook al omdat de alternatieven vaak veel duurder zijn natuurlijk. Hè. Kijk, als mensen opgenomen moeten worden in instellingen, ja, dat kost vaak veel en veel meer dan dat ze toch zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Er wordt meer van de samenleving gevraagd als het gaat ook, denk je nou over je eigen oude dag na. Je kunt je hele leven aanzien komen dat je een keer oud wordt. Dan heb je ook zelf nagedacht, hoe doe ik dat dan in huis met de rollator? Of hoe kom ik straks boven als ik moeilijk ter been ben? Zolang we niet hulpbehoevend zijn, vinden we dat onze verantwoordelijkheid. Ja, ik vind dat de overheid er wel wat in moet doen, want ze zijn een verzorgingsstaat. Dus ik vind dat ze dat wel overeind moet houden voor de mensen die het uiteindelijk niet meer zelf kunnen betalen. Voor mensen die nu al gespaard hebben en dat denken dan te kunnen gaan opmaken. Nou, dat moet gewoon ook opgemaakt worden aan je eigen verzorging. Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Kijk, op het moment dat je een miljoen op de bank hebt staan en je hebt huishoudelijke hulp nodig, nou, dan vind ik best dat je het zelf mag betalen. Als je het nodig hebt. Maar als je het nodig hebt en je hebt een minimaal inkomen en je moet daar minder door gaan eten, dan zeg ik, hey, dat is ook onze taak van ons allemaal. Betekent dat dan dat wij uiteindelijk allemaal verplicht mantelzorger moeten worden?
Ja, verplicht mantelzorg vind ik een beetje bijzonder. Want kunnen we in uw situatie nou niet een goed plan maken, waardoor het niet zo'n automatisme is van de overheid regelt het wel. Hè? Van, ja. Waar heb ik recht op, is nu de vraag. En straks wordt meer de vraag van wat heb ik nodig. Stel je voor dat er van jou, van jullie verlangd wordt dat je voor je ouders wilt, moet gaan zorgen als ze ouder zijn. Wat vind je dat? Ja, ik zou het wel doen, maar niet dag in dag uit of zo. Het lijkt me vreselijk dat ik bijvoorbeeld mijn kinderen moet verplichten om mij te verzorgen, terwijl zij aan de andere kant van Nederland wonen, hun eigen gezin hebben. Ik ga niet, als ik later oud ben, voor mijn ouders zorgen. Dat ga ik niet doen. Verplicht gaan mantelzorgen. Hoe staat u daarin? Nou, als alles wat verplicht is, vind ik heel vervelend, maar ik snap het wel. En dat ga ik ook echt wel doen. Ik denk dat het heel broos is. Dat misschien een 10-15% van de mensen dat aan kan en de ander er niet op ingesteld is en ook de verantwoordelijkheid misschien niet eens kan dragen. Het leukste zou zijn als men het voor mij doet. Maar als het van mij verwacht wordt, dan ga ik dat wel doen. De vraag is wat je onder mantelzorg verstaat. Er is zelfs een wethouder geweest die vond dat je buurvrouw kon gaan wassen. Ja. Ik bedoel, dat is... Iedere privacy is dan verdwenen, dus dat kan helemaal niet. U gaat niet uw buurvrouw wassen? Nee, ik denk ook niet dat ze dat zou willen. Dus wat dat betreft. Het ligt eraan welke buurman. Ja, dat begrijp ik. Mensen zijn verder uit elkaar gaan wonen, gezinnen. De arbeidsparticipatie van vrouwen is heel erg omhoog gegaan. Mensen hebben veel minder kinderen dan vroeger. Dus in die zin vind ik het wel spannend dat de overheid in een zeer korte tijd taken teruggeeft aan de samenleving. Die eigenlijk in jaren tijd heel erg zijn veranderd. Daarom zeg ik wel eens, hoe krijgen we het dorp nou weer terug in de stad? Ja. Dat het normaal is dat je naar elkaar omziet. En dat functies van welzijnsorganisaties, maar ook thuiszorg zo gaat, dat je ook verbindingen tussen mensen gaat leggen.